Heb je meerdere machines nodig op dezelfde klus? Dan pak je een dieplader vracht je tractor waar ze op kunnen staan. Deze video meer details van deze blauwe dieplader. Wat is eigenlijk een dieplader? Nou, het is gewoon een platte kar wat dat betreft. In dit geval van het merk Brittens. Ook Brittens maakt hem helemaal van sterk ijzer, zoals je kan zien. Nagenoeg alles hier van deze dieplader is van ijzer gemaakt, behalve hier dus de wielen. Nou, waar is het eigenlijk voor bedoeld, zo'n dieplader? Dat je dus de voorkant een bepaald moment vastzet. Hier achterop laat je deze klep zakken. Dan doen we deze naar beneden toe. Deze zet je naar beneden toe. Waardoor dus van achteruit de machines erop gereden kunnen worden. Wat voor machines? Nou, diegenen die niet zo hard kunnen rijden. Dus je kunt op een bijvoorbeeld een rupstractor opzetten. Rupsvoertuig. Of als je zegt van nou, ik heb meerdere machines nodig op dezelfde klus. Dan neem je dus meerdere machines mee. Die zet je erop. En op zo'n manier ben je dus in staat om meerdere machines naar hetzelfde werk mee te nemen. Even opletten als je hem gaat opklappen. Hij kan tot hier. En niet verder, dan schuift hij hier weer uit. Dus dan moet je even bij opletten dat tot hier de transportstand zit. Die zit je maar zo omhoog. En op zo'n manier kun je dus meerdere machines meenemen naar je klus. Ook deze dieplader is verkrijgbaar bij Tim's Speelgoedboerderij. Klik ervoor op de link die je naast in beeld ziet. Kom je op onze website uit voor meer productinformatie.